It's all I wanna do. Yo, we Chesto en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. En vandaag gaan wij een supply drop opening doen hier op Call of Duty Black Ops 3. Want we gaan naar de Black Market. Zullen jullie linksonder zien, heb ik 31 Cryptokies zijn het. We gaan even 10 of 3 van deze 10 Cryptai dingetjes openen natuurlijk. Common supply drop. Ik kan ook deze doen, maar dan hebben we er maar 1. Dus laten we deze gaan openen. We gaan kijken wat we eruit krijgen. Ja. Holy shit, een legendary. Wat is dit dan? Sharpshooter Locust Fire Variant. Laten we het legendary maar nemen. Dan gaan we gewoon voor het legendary natuurlijk wat speciaal is. Dus, wat deze supply drops inhouden zijn niet wapens of iets waardoor je fucking bezig bent. Zijn of camo's of een speciale kleur van een stok als ik het goed zeg. Of bijvoorbeeld een long barrel. Ik heb geen idee. Dus, we gaan gewoon de tweede openen. Kijken wat erin zit. Bam. Een calling card. En nog een calling card. Laten we maar de rare doen. En dan gaan we gewoon voor de laatste. Maar ik wil eens eventjes natuurlijk weten wat jullie van deze video vinden. Willen jullie meer van deze opening zien? Dan ga ik natuurlijk even wat van die crypto muntjes sparen. Om crypto keys. Wat zijn nou? Crypto keys? Of, ja, ik heb geen idee natuurlijk. Maar we gaan de laatste openen. Laat even weten of jullie meer van deze soort dingen willen zien. Want dan ga ik misschien wel vaker voor die doen. Laten we maar voor de Inferno gaan. Maar, ik ga even met jullie mijn... even kijken. Mijn calling cards doen. Want ik heb er al best wel veel gehaald. Even kijken, welke heb ik nou nieuw? Ik heb deze nieuw. Deze heb ik nieuw. Ik heb al die specialists al bijna zowat. Deze heb ik nieuw. Deze. Holy shit, we hebben er best wel veel nieuw. Hier staan de Black Market Supply Drops natuurlijk. Dit is de allereerste rare die ik heb. En hier zijn de Command of zo. Ik gebruik die omdat ik ook gewoon zo die rechtsbovenin een omg als emblem heb. Dus ja, voor de rest weet ik het niet echt. Ik laat ook gelijk even snel mijn stats zien. Zo, hier zijn dit mijn stats. Ik heb een 1.9 KD. Dus dat is op zich best wel lekker. Maar het was een hele korte video. Vandaar dus. Als jullie meer supply drops willen zien, laat even je blauwe duimpje omhoog. Dat natuurlijk helpt mij enorm. En ook jullie ook te zien bij de video van morgen. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, mensen. Later.